En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex Den Rechte. Het is zaterdagmiddag en we gaan onderweg naar Joost voor een buitenvlog. Want ik dacht dat het droog was, maar inmiddels regent het keihard. Dus ik ben benieuwd wat het vandaag gaat worden in verband met het slechte weer. Maar we gaan het wel zien, we gaan het wel meemaken. Ik ga in ieder geval nou even lekker naar Joost toe en dan spreek ik jullie dadelijk. Geniet jullie alvast van de buitenopname. Ma, da, Benty. Oeh yeah, oeh yeah, you scared? Well, who's there? Milner, it's Milner. Turn a gorilla to Pooh Bear. Before. All of us are ready for war. Modo, I am the boy. Long hair, they calling me Thor. My aim is better. I can change the weather. I'm bringing the pain. Lightning, thunder, rain, whatever. You only 4 stars. One more, I'm a Norse god. I'm with the stoners, we spending them kroners. Oh please, don't make us go off on you and your crew for losing your manners. You do not wanna get hit with the hammer. Get it on camera and go Instagram it and show the whole world just who is the baddest. Yo, it's Sam. Zo, we zitten bij Joost en we gaan onderweg. Ik was heel even bang dat het, dat het vandaag in de mist zou gaan, omdat het regende nogal keihard. Maar het is inmiddels droog en we gaan naar de locatie waar we gaan filmen. Dus ik zie jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en we zijn in Stellendam. Eens even kijken. Je kan hier echt niet meer terecht. De hele. Ze hebben ineens even midden op de dingen. Ze hebben even een restaurant neergezet. Kijk, kan ik even laten zien. Zoet en zout restaurant. Maar dat betekent dat je niet meer kan lopen. Voor mij staat mijn camera ook echt ontzettend zout. Zo. Kijk maar, alles is helemaal afgesloten hier. Je kan nergens meer lopen. Dus ik denk dat het een andere locatie wordt. Normaal kon je hier, kon je met die auto, kon je gewoon daar kon je rechtdoor rijden. Ja. Maar dat is gewoon echt helemaal. Kijk, maar ze hebben wel aan jou gedacht. Ze hebben een speciale parkeerplaats voor. Het zijn motors. Oh, voor motors is dat. Nou ja, joh, brommer over motor. Ja. Kun jij wat verdroogd, verrotten? Nou, het is echt. Maar het is echt helemaal niks meer hier, oh, jongen. Echt waar, jongen. Vroeger kon je gewoon daar keihard. Kon je zo en dan kon je zo. Dan was dit helemaal stil. En dan kon je hier rechtdoor rijden. Zeg maar. Oh, dat is die. Ja, maar dat is allemaal, dat was vroeger, was dat er allemaal niet. Kijk maar, het is helemaal afgesloten. Hier kon je normaal, daar zo, kon je normaal rechtdoor rijden. Ja. Je kunt nou haast niet meer bij het water komen. Vroeger kon je echt bij het water komen. Eens even kijken, misschien kunnen we nog een beetje stukje die kant op lopen. Thank you.
Is het ook een paviljoen? Zoek er eens uit. Ik ben hier echt al 10 jaar niet meer geweest of zo. Ik kan echt zien dat ik echt al 10 jaar niet meer geweest ben hier ook. Het is echt veranderd. De laatste keer. Als je naar Stellendam ging, ging ik echt naar Stellendam zelf. Oké. Ik ging altijd nog wel eens hier staan, weet je wel. Dan had je nog wel eens mooie... Ja, je nog voorbij. Ja, misschien kun je hier... Ja. En daar zo heb ik zelfs met mijn auto heb ik daar gestaan. Langs het water, hè. Ja, toch. Kon je echt met je auto kon je langs het water staan. Dat was echt een grandioze stad. Maar ja... Alles is tegenwoordig weer veranderd. Maar vanaf 11 kan je weer wel langs het water. Ja, dan kan je wel bij het water staan. Ja. Kunnen we daar ook nog even doen, terugweg. Ja. Dat was je ook allemaal keien. Ik ben nu zelfs nog wel eens een keer met mijn vader en met de hond geweest. Toen. Kijk jongens. Dit bedoel ik nou, hè? Een mooi beeld. Oh nee joh, dat was hier ook. Oh. Dat was hier ook, maar daar kan je nou niet meer heen met de auto. Oh, hier bedoelt deze weg. Volgens mij was het hier ook. Volgens mij was het hier ook, was het vroeger. Nee, ik kan er nog steeds met je auto staan. Ja. Het is alleen een beetje ontzettend drassig door de regen. Ja. Er zijn er veel regen gevallen. Maar jongens, kijk eens wat een uitzicht. Nou, als dat niet mooi is, dan weet ik het ook niet meer. Dat is de Dam van Stellendam. Beetje inzoomen. Echt een mooie omgeving. Ik ben nou net... zijn we net overheen gereden met de auto. En we zijn inmiddels voor een put uit. Dit is dus Goeree Overflakke. Ziet er prachtig uit. Het is toch een prachtplaatje. Hier stond ik vroeger altijd, ja. Met de auto. Dan kon je met de auto hier staan. En dat je verderop had je nog iets van een soort, ik weet niet precies wat het was. Had je ook nog iets hierachter. Kom naar het schip. Zo, ik ga wel even, loop wel even het gras op hoor. Het is een beetje nat hier. Kijk, vallen we eens mee. Zo, je glijdt alweer gigantisch op je bakkes haast. Maar voor de rest valt het wel eens mee. Het is echt mooi. Nou, hier kwam ik vroeger altijd. Hier zette ik altijd mijn auto neer vroeger altijd. Ja. Kom je zo op met je auto erop. Zo, dat kan ik beter niet doen. Dat kan ik beter niet doen. Ik ga weer gigantisch op mijn mel. Ja, ja. Hier kan je wel lekker wandelen. Dat hoop ik wel. Doeken! Doeken! Doeken. D-O-E-K-E-N. Nou, hier beneden heb je allemaal keien. En daar ging ik altijd met de hond altijd wandelen. Maar het is echt. Het is nog steeds zoals het was. Nee, dit hebben ze toch niet weggehaald. Ik kan wel zeggen, dat had ik ook wel even zonde gevonden. Wat?
dat ze dit niet weggehaald hebben. Dat had ik echt zonde gevonden. Die kon je echt lekker wandelen hier ook. Maar ik denk dat we zomaar weer eens even naar de nieuwe locatie gaan. Dit was locatie 1, jongens. Daar gaan we weer. En dit is locatie 2. Ja, dat is wel mooi. Ah, dit is toch niet veranderd. Daar zit dat Zeon-kruis terug voor de... Ja. Ja, dat zit daar zo, joh. Ja, dat was het toen allemaal nog niet. Nee. Dat was er allemaal nog niet. Dus, Doeke! Doeke! Ik kon het even niet laten. Nee. Moest het er even doen. Doeke! Dat zou ik niet doen, aan die kant. Nee. Ik denk dat je een beetje gigantisch op je bek gaat. Het is hier al. Weet je maar. Het is hier al een beetje glijerig. Ja, dat zei je moeder ook gisteravond. Hoe weet jij dat hoor? Dat zei je moeder ook. Ja, 31 jaar geleden. Ja. Wow! Nee, maar hier kan je dus nog steeds rijden. Ja, maar. Nou, ik ben aan de ene kant blij dat ik het niet gedaan heb, want het is hier een beetje drassig. Ja. Ik kijk gelijk weer naar de Wasstraat met mijn auto. Wat je auto? Auto. Ja, dit is er nog steeds. Dat is wel mooi. Toepie. Zal ik nog te poten gelijk? Maar ja. Ja. Alles voor de vlog. Alles voor de vlog, hè? Ik heb alles voor jullie over. Hè? Recreatiecentrum RWS, Stellendam, provincie Zuid-Holland. Als er iets met het zwemwater is aan de hand is, dan wordt het hier aangegeven. Waterkwaliteitsklasse. Zoals hier boven vermeld, zeg iets over. De meerjarige kwaliteit en vooral over de actuele gevaren. Dus dat, dat is het, jongens. Zie je wel, je kan dus daar naar beneden rijden. Ja. Nou jongens, op naar locatie 2. Hoppa. Jongens. Gaan we naar de tweede locatie. Ga gewoon weg, lel. Ga gewoon weg. Lel. Dat is toch een Duitser, hoort het toch niet. Alles is Duits hier ook. En Belgisch. Dat ook, heb je ook hoop hier ook. Nou jongens, wij gaan alvast naar locatie 2. Ik zie jullie dadelijk. Zo, en we zijn hier in Sommelsdijk. Of Middelharnis. Is dit meer? Ja, voor mij is het middel. Het ene is Middelharnis, het andere is Sommelsdijk. Ik weet nooit wat. Ja, het is één pot nat hier. Ja, ik weet niet wat. Het ene is Middelharnis, het andere is Sommelsdijk. Maar ik weet nooit naar wat nou wel Middelharnis is en wat nou niet Middelharnis is. We lopen hier in ieder geval in het centrum. En je wil hier niet doodgevonden worden. Ja. Polen Tammert. Ik sta een half uur in de rij daar bij de parkeerplaats daar zo, hier ook. Oh.
En dan sta je daar zo. Ik denk, ja toch, ik rij maar weer terug. Pleur wel verderop, gooi ik hem wel ergens neer. Maar ja, het regent inmiddels weer. En ik heb niet genoeg benzine meer, dus... Ik kan maar tot hier rijden. Ja. Anders heb ik geen genoeg benzine meer voor de terugweg. En ik moet natuurlijk nog helemaal naar huis, hè, dadelijk. Hè. Naar huis? In? Ga je naar voedselhuis? Nee, in Spijkenisse. Dus, nou, dit is in ieder geval, ik denk, ik zal jullie toch nog even soms laten zien. Kijk, dit is Jozefapparaat. Jozefapparaat is daar zo. Maar mel hier ook. Nou jongens, dit is Sommelsdijk. Ja. Heb je dat gezien? Mooi. Kijk naar huis. Stap in. Godverdomme, wat een godvergeten geheugd hier. Zeg. We waren eerst door een passie nou, waar we doorheen gereden waren. Dieringsland. Nou, dat was helemaal niks. Maar... Dat was alles helemaal dood. Dat was een dode pier daar zo. We gaan hier maar even een stukje wandelen, joh, weet ik van wat. Godvergeten vreugd. Misschien zien we nog wel wat leuks, zoals wij even kunnen filmen. Kijk, dit is dan wel weer leuk. Wauw, mooi, fantastisch, hè. Oh, leuk, die wil ik, Ria. Oh, Ria, moet je nou eens kijken wat een prachtige flamingo's dat zijn. Oh, echt leuk, die wil ik. Ik zit tussen de camerabeeld heen. Ik ben door zijn camerabeeld heen geschoten. Yippie! Wat een godvergeten gerucht hier, zeg. Dat hij niet uitgevonden wordt, hè. Ga gewoon weg, lel. Wat een godvergeten geur hier. Je wilt nog niet doodgevonden worden. Je wilt niet doodgevonden worden, hè. Dan steek je hier over. Ga in ieder geval van die lel af. Lel! Hé, hey, struikmakkelarij, hè. Struik. Nou. Nou, loop aan de achterkant. Nou, geweldig. Dat is de dijk. Den Diek of zo noemen ze dat hier ook. Wat een tegenstand. Je wilt toch niet doodgevonden worden? Moet weer piepen. Piep! Piep! Maar we lopen hier nog eventjes. Je moet wat op je vrije zaterdagavond. Het is vrijdag, zaterdagmiddag. Dus steek naar, dan gaan we even hier even kijken. Maar is er ook niet echt veel te beleven. Maar het is weer droog in ieder geval. Oh, is het weer droog? Nou, dan kennen we gewoon weer zo. Hoppa! Dan loop ik gewoon weer lekker zo. Zo. Tering, ik loop gewoon midden in een centrum. Je ziet verder niks of zo. Er zijn hier alleen maar winkels. Nou, hebben jullie dat ook weer eens gezien? Nee. Wat een godverdomme, zo geen vergeten. Wat voor een puin ook. Oh, Ricard, hier. Dat is wel voor jou, optiek. Kun je even je ogen na laten kijken? Ja, zo. Godvergeten geurt hier, zeg. Ja joh, kom er zo aan. Heb je nog een Hema? En dan heb je het wel weer gehad. En de blokken. Zeg maar meer lel. Kijk, daar heb ik nog meer lel. Ik zal even de straat hier in de stad te zetten hier ook. Dacht ik dat ik met mijn camera opviel.
kijk, ja, je kan maar plezier hebben voor je plassie, hè. Wel. We kunnen hier wel even omhoog lopen. Wat een godvergeten getering, zou ik zo zeggen. Ah. Hoep. Ja, nou, fantastisch. Hebben we ook weer gezien. Kennen we ook weer naar huis. Hier staat onze auto aan de andere kant. Oh, daar staat hij. Kijk, daar staat mijn auto. Kijk, daar staat mijn auto. Nou, dit is dus Diek. Hele oude... Oude zooi. Ja, voor mij is dit het oudste gedeelte. Dat mooiere winkelcentrum hebben ze later gebouwd, zeg maar. Ja. Dit hebben ze pas... dit is vanaf het begin, denk ik, dat ze dit gebouwd hebben. Oude 1600. Nou, ik kan beter zeggen... 11, 12. Jezus, wat een zootje, zeg. Hey, pizza bakken. Ja, lekker. Pizza, ik heb geen geld bij me. Ik kan niks kopen. Godver, ik heb honger. Ik heb honger, ik heb niks weg. Ik heb geen geld. Ik ben zielig. Ja, we moeten geen geld. Nee, dat niet. Ja, voor de rest heb je maar geen regio, alleen maar winkeltjes. Nou, mooie plek van. Hey, we kunnen dadelijk wel door dat gat terug naar binnen. Terug de auto, naar de auto. Ja. Dan hebben we gewoon een gat door daar zo. Ja, fantastisch, goed hè. Nee, het is niet erg een positieve vlog deze, volgens mij. Niet alles gaat tegen, de wind, het weer zit tegen. Ja, het weer zit tegen en de locatie zit ook een beetje tegen. Het is nat vooral. Ik ga bijna op een mel. Nee. Oh, dat is wel leuk. Kijk, hebben ze een torentje daar. Ja, zo'n kapelletje. Kapelletje nu. Die kunnen we mooi dadelijk als eindshot gebruiken. Godse mijne zeg, wat een zootje. Iets bloed, iets bloed, iets bloed. Hier gaat de bus. Zo, waarom glijd ik nou elke keer onderuit? Nou, voor mij echt jongen, voor mij heb ik echt een partij kleren zo onder mijn schoenen jongen. Omdat die tegenslag. Ja, zo man, ik glij helemaal weg hier ook. Dat tel ik wel aan de achterkant dadelijk. Het is hier één... Hier heb je een trap. Oh, hier heb je weer een trap naar beneden. Zo. Zo. Hier heb je ook nergens dat je even lekker sjoeltrap. Kijk, doe de sjoeltrap. Kijk. De sjoeltrap. Nou, ik ben benieuwd wat het... Wat het gaat worden deze vlog, jongens. Kijk, dat het nu op de mel gaat. Dan is het gelijk einde vlog. Ja, ben je er? Jeetje, man, wat is het? Zo, ik ben haast op een zebrapad aangereden. Verkeersregels hebben ze ook niet gehoord. Nee. Oh, je kan nog naar Zuidplein als je wil. Ja, duurt alleen Moet je alleen even 21 kilometer wachten. 21 minuten wachten, kijk. Duurt alleen... Duurt alleen een beetje alle Jezus lang. Maar ja, daar heb je wel wat. Nou, daar valt in ieder geval meer te blijven dan hier. Ja. Nou, maar ja, voordat je bent is het ook bij jou 2 uur... Ja, dat zal ook nog wel een eind rijden zijn, denk hoor. Als je langs al die... Ga gewoon... Lel. Lel. Ga gewoon weg. Ga gewoon weg. Lel. Pleur lekker in het lel. Pleur lekker in het lel. Hey, dit is ook racistisch. Lekker weg. Ja, dat vind ik wel racistisch. Nou ja, ze hebben wel alle 2 er genomen. Het kan ja, wel. Ja. In principe zou het nog wel kunnen. Ja, maar ja, je kent Sylvana. Ja, die, als die hier zou wezen, zou gelijk de tent helemaal sluiten. Dan gaan we heen. Gaan we rechtdoor.
Ja. Of gaan we doen, kom. Even kijken. Ja, we gaan even kijken. We gaan even kijken. Niks te beleven. Hier wel een pinautomaat. Ik weet niet hoe je nog die mooie nieuwe bontjas kopen hier. Kijk, een mooie bontjas. Ja, fantastisch. Oké, daar even pinnen. Ja. Kan je daar pinnen? Kan je hem zo kopen? Jongen, wat een teringzootje is dat hier, joh. Wat hebben we hier allemaal, joh? Oh, hier kun je nog bloemen kopen. Voor je moeder, zou ze leuk vinden. Ja, weet je. Ja. Zou ze leuk vinden. Hier heb je nog een mobile repair. Wat dat fucking duk. Ja, meer heb je niet. Plus. Plus Slingeland. Slingeland. Snikkeland. En een bibliotheek. Kijk uit. Bibliotheek. En een loepjakkraam. Ik heb gehoord dat Joost op loep... Zo. Ik heb gehoord dat Joost op een loepje gaat keren. Ja, maar wel geld bij jou. Ja, heb ik ook niet bij me. Nou jongens, dit was ons rondje. Wat is er allemaal? Ja, er was eentje die aan zat te staan. Wie? Waar? Die auto die voorbij reed. Oh, ja. Dat dacht ik ook. Ja, dat hebben ze niet in Sommersdijk, hè? Middelharnis. Middelharnis, Sommersdijk. Ja. Nou, hebben ze geen camera's, hè? Nee. Dan leven ze nog in 12-13. Alleen paard met wagen. Nou, het was weer een fantastische vlog, jongens. Ja, tot de volgende keer. Ik vind het weer helemaal geweldig. Like en subscribe. Gewoon Joost. Zie je, dat doe ik nou nooit in Joost's video's. Doe ik nou nooit, ik doe dat nou, waarom doe jij nou altijd in mijn video's? Ik doe dat nooit in jouw video's. Nee, nee. Jij zit altijd maar reclame te maken. Ik, ja. Zo, ik weet niet waar we allemaal naartoe lopen, maar... Voor mij is hier gewoon verder helemaal niks meer. Voor mij kunnen we gewoon een beetje teruglopen. Volgens mij wel. Hé, de klusenier, hè? Ja. Oh, heb ze die hier? Zo, nou, ik ga even chickie roken. Want ik ben alweer helemaal dood op. Hou jij die camera vast? Ik wil een chickie eerst eens even hebben. Want ik word helemaal gek van dat... Ja, lekker. Ja. Eén visie. Ja, ik vind het ook lekker. Ja, moet je wel geld bij je hebben. Ja. Hé, je kan hier nog even naar de kapper. Ja, nou, dat lukt zo niet. Jee, ik probeer weer negatief, man. Ja, dat is toch een groot gat. Je wil toch niet dood gevonden worden? Wil je niet dood gevonden worden? Volendam heet. Wil je niet dood gevonden worden? Oh nee. De harnis, wil je niet dood gevonden worden? Nou, zeker. Maar we gaan maar weer terug naar de auto, hè? Ja. Ik ga de vlog zo even afsluiten, denk ik. Ik heb nog wel aardig wat beeldmateriaal. Ik weet niet wat het allemaal is, maar we hebben in ieder geval ook beeldmateriaal. Ja. Wat een waarde voor... Hier, Malibu. Hier, moet je nog een Malibu Cola hebben? Oh, dat ze het hier mogen drinken. Zo. Nou. Ja, dat weet ik ook niet. Bekend. Als het goed is, kan je de dadelijk daar zo erg binnen doorlopen. De trap omhoog. Verdamme het. Volgens mij heb je... Nee, ik zag een Heineken-flesje. Oh, is Vals hier ook al geweest? Ja, ook op verkenning. Nee, maar als het goed is, kan je daar de trap, kan je binnen doorlopen. Ja, klopt. Oh, daar is nog meer dan. Dat gaat niet. Dat gaat niet door. Zo. Even een schoentrap. Ik wil hem het even schoentrap.
Even kijken. Kijk, de schooltrap. Zo, en we gaan even de schooltrap op. Ja! Mensen kunnen kijken, we kunnen ze heel lang kijken. Ik heb al niet aan. Kijk, een nieuwe ex. Kijk, een nieuwe ex. Goodbye and till never again. Waarom staat mijn camera nou weer omhoog? Ja. Kijk, kijk! Ja. Toch gaat het een stuk makkelijker. Nou ja. Oh ja. Like. En subscribe. Like en subscribe gewoon. Juist. Nee, it's Ultrex. Oh. Like en subscribe, it's Ultrex. Dit blue, it's blue, it's blue. Nou, ik ga het neerleggen. Dit was Middelharnis voor vandaag. Nou jongens, en ondanks het slechte weer hoop ik dat jullie toch een leuke vlog gehad hebben. Ik vond het in ieder geval leuk. Joost, wat vond jij ervan? Ik vond het ook leuk. Dus ik hoop dat het ondanks alles toch een leuke vlog geworden is. Wij hebben in ieder geval wel gelachen en lol gemaakt. Ja. Nou jongens, like en subscribe. Als je het doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij de nieuwe vlog. Hier op It's Ultrex. En skabidi, skabidoo, skabidabadoo.